Ik ben Rutger en ik ben jeugdbestuurder bij Waterschap Noorderzeilvest. Mijn naam is Roy Korte en ik ben jeugdbestuurder bij Waterschap Huns en Aas. Ik ben nauw betrokken bij het werk van het waterschap en probeer mijn leeftijdsgenoten bewust te maken van voldoende, veilig en schoon water. En dat doe ik hier in de provincie Groningen. Ik bezoek daarom evenementen waarbij ik mijn vrienden, klasgenoten en anderen uit mijn netwerk bij kan betrekken. Ik stel vragen en praat erover. Ik twitter ook over het werk van het waterschap en soms geef ik gastlessen op basisscholen. Veel van mijn leeftijdsgenoten weten niet uh, wat het waterschap doet. En ja, ik weet het wel. Ik weet hoe belangrijk het werk is en hoe leuk het is. En dat probeer ik ze ook duidelijk te maken. Om ze waterbewust te maken, maar ook om ze enthousiast te maken voor een baan uh, in de watersector. Ik vergelijk mijn werk wel eens met Thomas van Seerat, de eerste echte dijgraaf van ons land... Die de dijken moest opbouwen na de kerstvloed. Hij ging de straat op om de mensen bewust te maken, te waarschuwen in zijn geval, voor de kracht van het water, hoe krachtig het is en dat mensen zichzelf daartegen moeten bewapenen. Zo zie ik mijn werk ook. Met mijn werk probeer ik mijn leeftijdsgenoten duidelijk te maken hoe belangrijk het werk is van een waterschap. Want samenwerken aan waterveiligheid is natuurlijk heel belangrijk in een land als Nederland, zodat u en ik droge voeten kunnen houden. Wij hebben de toekomst. Met ons jeugdbestuurswerk willen wij er ook aan bijdragen dat die toekomst er blijft.